Next Best Band gaat backstage op zoek naar alle ins en outs van de muziekindustrie. Deze aflevering Professionals and Bands over Engels. Met Buffy Duberman van Rock Your English. Let je op je Engels bij het schrijven en uitspreken van je tekst? Op het moment dat ik teksten schrijf, dan let ik zeker op mijn Engels. Als ik een lied zing in het Engels, ben ik niet heel erg bezig met mijn uitspraak. Ik heb het idee dat het wel redelijk klopt. Dat het wel goed is. Nederlands is mijn eerste taal, dus ik moet er gewoon iets meer op letten dan iemand die gewoon Engels spreekt natuurlijk. Ik let wel op mijn Engelse uitspraken. De meeste muzikanten letten er dus op. Is het dan zo belangrijk? Het is net als je bent aan het koken en het is een heel belangrijk recept. En je moet alle ingrediënten heel goed afwegen. En dan kun je iets opdienen wat je helemaal achter staat. Wat ik vaak zie is iedereen gooit alles in een pan en ze zien het op en zeggen nou hier, eet smakelijk, zo. Zijn er punten waar je rekening mee moet houden in je tekst? Heel vaak gaat een liedje over iets wat in het verleden gebeurd is. Over het nostalgisch gevoel, I remember when, or looking back, or the day I met you, or when you left me. Mensen zijn niet van bewust. In het verleden hebben wij in het Engels 6 verschillende vorms. En ze hebben allemaal een eigen kleur, een eigen verhaal. Ik let zeker wel op bepaalde dingen dat ik niet bepaalde zin verkeerd zeg. Of dat ik iets anders zeg wat ik bedoel. Het komt heel vaak voor dat ik kijk naar een liedje en ik zeg tegen de songwriter. Ik zeg, oh, wat jammer dat jullie uit elkaar gegaan zijn. En ze zeiden, nee hoor, we zijn nog steeds samen. En dan ben ik, oh, maar de grammatica wat je gebruikt hebt, je gebruikt een vorm die afgelopen is. Je gebruikt niet een vorm wat nog steeds doorgaat. Oh ja, hoe gaat dat dan? En ook de manier hoe ik het bijvoorbeeld opschrijf, dat ik niet grammaticale fouten maak. En, ja, dat is best wel belangrijk, want daar word je ook op afgerekend. Uiteindelijk, zelfs Nederlanders, die luisteren daar echt wel naar. En wat vinden de meeste muzikanten moeilijk? Waar mensen heel veel moeite mee hebben bijvoorbeeld, is ze blijven schilderen met dezelfde kleuren. Ik gebruik wel vaak dezelfde thema's in nummers. Zelfde techniek. Ze hebben niet genoeg woordenschat om hun echte gevoel over te brengen. Ik loop wel eens vast, ja, met woorden. Ja, het gevoel overbrengen in het Engels, dat is vaak wel wel moeilijk. Maar met het gebruik van steekwoorden kom je er toch wel uit. Als zangeres een emotie overbrengen, dat lukt me wel. Dat is juist mijn ding. Dat is wat ik het liefste doe. Er zijn heel veel woorden die overused zijn. Good, nice, big. They're so flauw, they're so vanilla. Ik noem ze altijd de Yvonne Jaspers van taal, van Yvonne Jaspers. Ik vind haar zo. Ze doet me niks. There's no spice, there's nothing interesting. Of dingen die eigenlijk heel oudbollig zijn in het Engels. Oh ja, dat heb ik ook een paar keer gehad. Dat wij kennen dingen, bepaalde uitspraken uit de muziek, maar dan misschien dat liedje is dan 40, 50 jaar oud. Iedere keer als ik de woord nice zie in een lyric, denk ik, ja, je kunt toch veel beter. Dat zegt me gewoon niks. Dat is een beetje als het woord leuk in het Nederlands. Hoe was het feestje? Leuk in je vakantie. Oh, leuk. Oh, je ziet er leuk uit. Oh, leuke schoenen heb je aan. Dat zegt gewoon niks at the end of the day. En wat is de meest voorkomende fout in uitspraak? Wat heel vaak voorkomt met uitspraak is mensen moeite hebben met de TH-klank. Mensen beseffen vaak niet dat we 2 soorten hebben. 2 verschillende soorten qua TH. Allereerst om het goed te maken, net als een baby zegt sa, moet je fa doen. Ik moet je tong zien, anders doe je het niet goed. Een groot deel van mijn werk is, ik zit s'nachts op een nepleren bank om 4:30 in de ochtend met een rockstar en ik zeg, I need more tongue. That's a big part of my job. Om de verschil te leren tussen blown en buzzed TH, want we hebben er 2 soorten, moet je eerst je handen zo doen, doe maar meer. En dan zeg je bijvoorbeeld with. Als er hier niks gebeurt, dan doe je het goed. En dan moet je proberen hetzelfde plek met je vingers en dan probeer je these te zeggen. Als je hier een vibratie voelt, als je hier een trillingen voelt, dan doe je het goed. Dus dan moet je opletten de verschil tussen blown en buzzed TH. Daar moet je aan werken, heel vaak. Meer weten? In de volgende aflevering van Next Best Band Backstage alle ins en outs over social media.